berg die u zo net in beeld kreeg, dames en heren, dat is La Concha. La Concha is met zijn bijna 1200 meter de hoogste berg die hier de kustlijn van Marbella domineert. Een iconische berg. Je kan hem vergelijken met de Tafelberg voor Kaapstad. Dat is dus eigenlijk La Concha voor Marbella. We komen hier nu bijna 15 jaar op vakantie in de streek. En het is pas vorig jaar dat ik via een vriend eigenlijk te weten kwam dat je die berg ook effectief kunt gaan beklimmen. Dus dacht ik, dit jaar is het sowieso tijd om dat ook zelf eens te gaan doen. We hadden dat plan al lang opgevat. En vorige week hier op een leuk feestje nog enkele Belgen tegengekomen. Waaronder Jan, die elk jaar die berg beklimt eigenlijk. Dus we dachten goed voorbereid te zijn. Dus wij hier naar de lokale sportwinkel enkele rugzakken gekocht, voldoende flessen water, bananen en energierepen, zodanig dat we zeker fit die een berg op en af zouden kunnen. Plaats en tijdstip van afspraak aan de voet van de berg om 7 uur 's ochtends. Online had ik teruggevonden dat de klim op en af een vijftal uren in beslag neemt, dus om 7 uur voor zonsopgang starten, zodat we tegen 12 uur, warmste moment van de dag, zeker terug beneden zouden zijn. We waren volledig klaar. Alles stond klaar om te vertrekken en dus vertrokken we iets voor 7 uur richting plaats van afspraak. Wat langs kunnen we niet? La boys, zijn we er klaar voor? Top hè? Water mee. Water mee, zonnebrils mee. Yep. Zonnecrème mee. Ons goed humeur, Willem? Ja. Eens aangekomen aan de plaats van afspraak, bleek al snel dat er een pijnlijk foutje werd gemaakt. Door een misverstand, ik was het misverstand, maar door een misverstand is één van de gevulde rugzakken hier in het huis achtergebleven. In plaats van 3 liter water per persoon hadden we zo dus 1,5 liter water per persoon. En er waren ook wat bananen en energierepen minder. Dus ja, alles is wat lastiger geworden dan gedacht. Maar in het begin was het plezant. In het begin was het echt een leuke wandeling. Broer, zo gelukkig. Die wandeling werd stilaan iets lastiger. Voor een niet getraind iemand zoals mezelf. Ik zit in de slechtste fysieke paraatheid ooit. Dus dat was toch een lastig gegeven, dat klimmen. Op bepaalde momenten was dat echt met enorm grote stappen die een berg op. Zweten, veel water drinken, beseffen dat je er eigenlijk niet zoveel mee hebt en dat het nog een lange dag zou worden. Dus ja, het werd allemaal wel lastiger, maar in ruil kregen we ook een steeds mooier zicht. Zijn we nog gelukkig? Ik ben gelukkig. Tijdens te zien hij zat zelfs al in de zwembad liggen, want ze kletsen nat. En eigenlijk verveel je een beetje, maar toch gisteren. Mijn zwemband en mijn gin tonic er al in de rood zaten. En toen, we hadden al heel wat vocht uitgezweet, we hadden al heel wat energie verdaan en toen waren we bijna aan die top. Maar dat laatste stukje naar die top, dat was technisch behoorlijk zwaar en ook niet ongevaarlijk. We stonden op bepaalde plaatsen waar dat je zowel links als rechts naast u gewoon weg afgrond had. Prachtig zicht, dat niet, maar het was toch even focus om dat laatste puntje, eindelijk die top met dat bankje zoals ik het in alle YouTube-filmpjes had gezien, om dat punt te bereiken en daarvan te gaan genieten.
te vrezen niet altijd even ideaal. Maar de ketting hield stand. Check waar we nu staan. In totaal waren we dus met 13 mannen die die berg beklommen. Ik ga eerlijk zijn, fysiek was ik bij de minste, zo niet de minste. Het nadeel van met zo'n grote groep zo'n sportieve activiteit te doen, dat is dat je als je fysiek niet in orde zit, dat je dan achterop hengelt. En het nadeel van achterop hengelen is dat als de groep wacht totdat de laatste weer aansluit, dat ze dan altijd zeggen van, allee, we gaan weer door, hè. Dus als laatste raak je in een vicieuze cirkel, want je bent al laatst, je hebt het fysiek al zwaarst en een keer dat je terug bij de groep kunt aansluiten, zetten die weer aan en moeten ook weer onmiddellijk beginnen. Zo geschiedde ook eens we die prachtige top bereikt hadden. Was prachtig om te zien, maar heel veel heb ik niet kunnen genieten van dat uitzicht. De mannen voor mij waren daar waarschijnlijk al een tiental minuten. Toen dat ik aansloot, heb ik gewoon snel vooral wat water gedronken, iets gegeten, want ik moet zeggen, ik zat al heel ver fysiek en de wetenschap dat we datzelfde traject nog een keer terug naar beneden moesten doen, wat meestal ook een stuk lastiger is, ja, dat bracht toch al enig angstzweet. Ik had nog niet genoeg gezweet, maar bon, dat bracht toch enig angstzweet met zich mee. Daar op de top gekomen, even genieten van het zicht, eten, drinken, wat foto's nemen en dan terug naar beneden. Eerst had ik gezeten, maar we moeten nu maken dat we rap weer mee zijn met de bende. Of dat weer tjoom! En ik denk dat de terugweg naar beneden, dat die nog geen 2 minuten bezig was en dat ik toen al door had waarom dat al die YouTube-filmpjes die ik gevonden had van mensen die die Concha beklimmen, waarom dat die allemaal eindigen met beelden bovenaan de top. Het schoot me onmiddellijk te binnen dat ik in geen enkel filmpje beelden had gezien van die afdaling. Omdat die afdaling nu eenmaal ook een heel stukje moeilijker was in mijn ogen dan de beklimming. Kijk, omhoog klimmen, je kan je afzetten, je kan je vasthouden naar rotsen, je kan je omhoog trekken, dat lukt allemaal. Maar datzelfde traject terug naar beneden, dan moet je dat omgekeerd doen, dan moet je zelf afremmen met je benen. Mijn benen waren al in kramp geschoten en eigenlijk heel snel bij de terugafdaling was het een volledige verkramping gegaan. Ik kon mijn benen bijna niet meer bewegen en ik stond daar tamelijk hoog op die berg, maar we moesten naar beneden. Ik stond er dus in een positie met 1. Niet veel water meer, 2. Geen eten meer, 3. Volledig verkrampte benen. Was echt de hel. Ik moet zeggen dat is. Het was de hel. Ik moet vooral mijn broer bedanken die mij motiverend doorheen dat moeilijkste punt loodste. Ook Laurent, een van zijn kameraden die mee was en die eigenlijk de hele tijd bij mij is gebleven, die Hollanders tegenhield op de terugweg om van die gelletjes te vragen. En dat was een wondermiddeltje. Gelletje binnen, nog wat extra water en echt zoals de coureurs denk ik, er moet daar iets in zitten. Maar na een paar minuten voelde ik weer wat energie door mijn lichaam komen. En ging dat uiteindelijk dan toch wel weer. Uiteindelijk hebben we er in de plaats van 5 uur, hebben we er 6 uur over gewandeld. Ik moet zeggen, eens dat we beneden kwamen, heb ik nog nooit zo genoten van een cola. Een echte cola met suikers die terug binnenkwamen. Ik ben vervolgens 2 dagen zo stijf als iets geweest. In elk geval, de les die ik geleerd heb die dag was van Gilles, je zit in fucking slechte conditie. We moeten daar iets aan gaan beginnen doen. En de tweede les, zonder een goed team rond u, als je bepaalde opdrachten moet doen, nou, dan gaat het niet. Dus nogmaals, merci aan alle mannen die mee waren. Het was uiteindelijk een zeer toffe dag. Ook al was het moment zelf fysiek zeer zwaar, heb ik mijn peren gezien. Het was de max. Het uitzicht is fenomenaal. En volgend jaar doe ik hem zeker opnieuw. Geniet maar nog een keer mee van het zicht vandaar op de top van La Concha in Marbella.